Ja, ik begrijp wel een beetje Russisch. Ik ben zelf ook geen Rus, maar mijn vriend vroeger op school was wel een Rus, want hij leerde een beetje Russisch praten en zo. Wat was hallo ook alweer? Privet. Dat was hallo en Minya Zawoed, dat betekent ik ben Minya Zawoed Albert. Volgens mij zal er geluid uitkomen. Oké, jongens. Ik hoop dat jullie vandaag niet zullen bang zijn. Want Maze, ik heb ontdekt, dit is geen horror game. Ik hou van Maze. Maze is awesome. Let's begin. Zoals jullie weten, jongens, we waren hier de vorige keer geraakt. Bij Maze, natuurlijk. Ik hoop alvast dat ik verder zal geraken. Want deze tunnel, ik weet niet wat ik moet doen. Maar volgens mij moet ik hierin gaan. Oké, deze plekje is raar. Goh, ja. Huh? Oh, nee. Daar ga ik niet naartoe, zo. Ik moet ergens hier naartoe gaan. Oh, hier misschien? Ik weet dat zelf niet, zo. Ik hoop dat hij die beer ermee zal gaan, want hij kan sneller teleporteren dan mij. Maar wat als hij in de handen wordt geraakt van de slechte mensen? Kom op, Teddy. Oh mijn god, die is super snel. Goh. Die weet naar waar hij moet teleporteren. En we zijn vrij! We zijn vrij! Yeah! Oké, hier moet hier iets gedaan worden volgens mij. Water, blood is favorite. Is dat echt je favoriete? Zo. Oké, maar moet hier nog iets liggen volgens mij? Er ligt daar een doosje. Kan er eigenlijk niks. Nee. American garbage. Nee. We zijn. Hè? Wat is dat hier? Oké, dat is raar. Kan ik hier iets mee doen of zoiets? Kan ik dat hier mee openen? Nee, kan het dus ook niet. Oké, ik heb nu al 35 spullen. Goed zo. Misschien hier iets achter. Iets met die sleutel moet ik doen. Met die sleutel. Of, ik weet het niet. Wat zit er daar op de grond? Huh? Ook alweer bloed of zoiets. Of chips of zoiets. Chips of bloed. Wat het ook is, ik weet het niet. Volgens mij zal het een sheep zijn. Dit en dit. Een hamer en een boksluiter of zoiets. Oké, die boksluiter. Volgens mij moet ik die box daarmee openen daar. Volgens mij wel. Hier dit openen. Why you pick up so much garbage, idiot? Vladdy does not understand. Oké. Maar ik moet het wel oppakken, zeg. Klein, stomme teddybeer. Hij zegt, waarom pak je altijd zoveel op? Omdat ik het moet doen. Weet jij dat dan niet of zo? Oké, volgens mij moet daar... Dit is lekker snoep. Hey, we hebben snoep in onze handen, maar waarom hebben we snoep nodig? Of volgens mij is het geen snoep. Ik weet niet of het wel zoiets is. Oké, volgens mij hier iets. Moet er iets opgestart worden of zoiets? Wat is dit? Teddybeer? Waar ben je? Oké. Teddybeertje is daar. In there? Oh, boetselboy. Boetseboy, wat betekent dat eigenlijk? Stupid idiot, making Vladdy crawl through. Waar ben ik een stupid thing? Idiot? What is Vladdy supposed to do in here? Stupid! Stupid wires everywhere! Why is this stupid? Why is this stupid thing upside down? Makes no sense! How stupid are these idiots? Maybe a Vladdy gets. Oh, dat gaat hard! Do this stuff! Ah! Ah! Foie gras, so many!
Waar zit hij? Eindelijk hebt hij deur geopend. Did that work? Stop being stupid and say something. Fine. Bloody done anyway. Twee mooie lusje drugs, stupid idiot. Could get nowhere without Vladdy. Vladdy has wat to do hij? Everything. So, Vladdy is jouw naam. Nu weet ik het. Oké, laat die briefjes daar maar. En nu gaan we door deze tunnel ineens zo. Ik hoop dat er nog een andere leuke weg is tenminste. Maar wat moet ik doen met deze bus hier? Of, nee, het is een kern. Het is zoiets voor een kern dat elektriciteit geeft. Dat is iets. Ik heb dat wel eens gezien op tv. Ik kijk wel veel naar tv, dus ik weet wel hoe dit moet. Maar voor wat dient dit eigenlijk? Oké, waar moet ik nu naartoe gaan? Volgens mij moet ik daar naartoe gaan. Ja, ik denk het ook zo. Of ja, het is het. Hier moet ik naartoe gaan. Nu, Oké, dat is raar. Wat moet ik hier doen? Wat? Wat? Dat is een grote plaats. Oké, dat is super groot. Try not to be an idiot in there. It would be very bad. Let me stay here. In case you do something stupid. Oké. Hij had erover dat hij daar bleef. Ja, jullie weten het nu ook wel weer hoor. Want voordat een stupid idiot iets gaat doen. Volgens mij, niks hier. Oké. Ik heb op het rood knopje gedrukt. Wat moet ik doen? Fout weg. Fout weg. Fout weg. Wat moet ik doen? Dit komt niet goed. Als ik niet weet wat ik moet doen, gaat het niet goed komen, jongens. Tyfus, jongen, waar ben ik toch? Wat komt er in mijn gezicht? Dit is een doolhof. En ik weet niet waar dat ik ben. Jongen, toch. Dit is zo hard. Zo hard is dit. Yes! Wat gaan we daarmee doen? Oké, cool. Was dat hier? Daar was ik net. Daar was ik net. Oké, daar was ik net. Goed zo. Oké, wat moet ik hier doen? Ja, gewoon terugkeren volgens mij. Ik denk het zelf ook zo. Auw. Dit is zo groot. Zo'n grote doolhof. OMG. Dit gaat zo hard. Dit ga ik niet halen. Nu. Oké. Wat het ook doet. Ik moet hier weg. Kernexplosie, jongens. Of geen kernexplosie. Kan ik nooit doen? Ik geef jullie een tip, jongens. Nooit daarin springen. Nooit daarin springen. Staat er hier. Oké, dat is iets voor Bob. Een technische Piet. Die weet alles wat hij moet doen, dus. Ik hoop dat er nu iets is gebeurd interessants of zoiets. Huh? Oké. Huh? We hebben elektriciteit! Yay! En wat moet ik doen met al die elektriciteit? Oké, ik heb geen idee. Hey man, hoe gaat ie? Als kids? Volgens mij ben ik ook het standbeeld. Kan je praten? Hallo? Amai, heb dikke spier jij. Je hebt meer rot dan een bomp af, vind ik. Hou wel als school. Oké.
Bompa, ik heb een verrassing voor jou. De kerstman heeft bij kerstmis jou wat cadeautjes gegeven. Hij zei tegen jou dat jij wat meer moest... wat meer moest bewegen. Dus hij heeft iets op de Xbox spelletjes gekocht voor jou. Ja, spelletjes om sneller te bewegen en zo. I can't see a thing. Perhaps if we turned around. Oh, don't be ridiculous. This is a perfectly hallo? Nice place to stand. Ken ik jullie? Well, I can't argue with that logic. Neither can I. Oké. Huh? Waarom gaat dit open? Dit gaat open. Waar ben ik? Waar ben ik in godsnaam? Oh, awesome. Misschien kan het niet? Oké, dit is een rare plaats. Nou ja, even kijken, wat kan de teddybeer doen? Hehe. Teddybeer, het is aan jou de beurt nu. Again with the crawling. Stanja Wisselo. Ja, ik begrijp wel een beetje Russisch. Ik ben zelf ook geen Rus. Maar mijn vriend vroeger op school was wel een Rus. Want hij leerde een beetje Russisch praten en zo. Dus ik ken er wel een beetje van. Wat was hallo ook alweer? Privet. Dat was hallo en More garbage. Garbage for idiots. Allee. En Minya Zawoed, dat betekent ik ben Minya Zawoed Albert. En dat is al dat ik ken. Ik wou het gewoon leren. De rest wil ik niet leren van de Russisch. Hope this garbage worth Vladi suffering. Wat heb jij gevonden in godsnaam? Wow. Because it's garbage. What stupid thing is next? What stupid thing is next, zegt hij altijd. Oké, volgens mij moet ik dat hier leggen. Ja, dat moet. En nu het startknopje. Het rock. Oh, ik wil rocken. Dat is om te rocken. En... wat is dat? So, this is what stupid thing does? Vladdy yeah. Still think it garbage. Waarom heeft hij het altijd over garbage? Oké. Hij is raar, die vent. En wat is dat hier? Dat is raar. Nog raarder dan ik dacht. Oké, laten we dit in... Volgens mij is dat voor die kant daar. Yay, jump, jump. Ah, spijtig genoeg kan ik niet jumpen hierbij. Gewoon doorgaan. Kijk, gewoon op de Z drukken zo. Poep simpel om door te blijven gaan, jongens. Ik hoop dat ik nu bij een interessantere plek zal gaan, want deze vind ik niet zo interessant. Ja, en de riool op mijn... Alright, daar. Je kunt hier echt niet in, hoor. Amai, dat was wel een grote laser die op me afging. Om te doen. Nog een reactor. Oké, het is tijd om dit te doen. Oké, rockknopje werkt niet, dan zullen we maar die rock opstarten. Oké, naar omhoog. That does not sound good. Oh. What was that? Why is this place so stupid? Nothing works. Idiot American machines. Idiot American machines? Well done, idiot. Breaking it will help. Okay, stupid. Well done. Well done, idiot, zegt hij tegen mij. If you can fix it. Yeah, bent degene die wel dan moet zeggen, oké? Hij is degene die dat moet doen. Oké, dit hier oppakken en... wat zie je met mus? Oh, nog een weggetje. En hier een weggetje. Maar spijt, geen weggetje. Laten we maar hier gewoon doorrennen zo. En wat kan ik hier doen? Alright. Dat is cool. Oké, daar heb ik nog een klein laddertje nodig. Zo. Ik kan naar boven gaan. Nee, nog niet helemaal. Nog niet helemaal.
Volgens mij is dit echt wel een grote doolhof. Ik weet niet. Ah, waar ben ik ineens gebleven? Dammit. Oké. Dat ging sneller dan ik dacht. Ik ga hier zo snel mogelijk vanaf. Nu, om de K, dat lukt ook. Nee, zoals bij Ark. Als je op de K drukt. Dammit, ik kan niet weg. Oké, dan moet ik maar iets hiermee doen. What? Nee, dat meen je niet. Oké, dan laten we maar gewoon naar boven gaan. Ah, wat doet die stupid ding daar? Nou, even hier rondrennen en zo. Ik weet niet nog niet wat ik hier helemaal moet doen. Maar ja, er moet toch wel iets gebeuren hierin, hè? Misschien... Zo voorzichtjes kijken. Wat hier ook alweer... Oh ja, hier was ik ook alweer bij de showers. Zo gezegd als ze zelf zeiden. Hier moet hier iets staan. This is not good. Too many toys. Children should play with rocks. To help them understand life. Oké. Let meer op een... een speeltuintje gelijk. Wow. Kannibalen. Kijk eens aan. Ze hebben geleerd om met beren te spelen. Oké. Hey, Vladdy, ze zijn net als jou. Beer geworden. Daar lagen oranje boksen. Misschien kan ik daar nu eens doorgaan. Volgens mij wel, want dat moet wel lukken nu. Ah, oh, Batcave, jij bent awesome. Nog steeds niet, maar je klerenkast is nog steeds wel fantastisch. Een laptop. Niks interessants hier, dan laat je maar gewoon bij de plaats gaan waar we die beer tot leven hebben gewekt. Kijk, daar ben je tot leven gewekt. Hier zo, bij die rare machines. Wat het ook is, ik weet het niet. Jongens, ik denk niet dat ik zo van technologie weet, omdat ik altijd game en al. Maar ja. There's garbage everywhere. Moet jij altijd over alles commentaar geven? Er heeft iemand gebottleflipt of pingpong gedaan. Bottleflips, volgens mij. Oké. No. Teddy bear. Wat? Oh ja, ik kan wel teleporteren, hè. Oké, dat is Teddy bear. Ik kan altijd teleporteren. Oh, wat is dit voor een plakkie? Vladdy told you where he is from. Vladdy... is from small box, very dark, then stupid idiot brought him out of box, and it was sad. Now, we are here. Oké, dat was raar. A stupid. Dat heeft dat Miles geschreven. A stupid. Hij heeft dat geschreven, weet je nog? We waren hier verstopt zo aan het kijken. Oh, delicious. Hier moeten we denk ik iets mee doen. Misschien hier laat me laten. En nu? An excellent conclusion. Yes, quite. What? So, what do we do? Well, naturally, if we take as many wrong turns as we possibly can, we will eventually make a right one. Of course. Brilliant. And if not, we'll take a nap. You read my mind. Oké, we hebben het echt over rare dingen nu. Ach, jongen, toch. Ze zijn echt zo altijd raar. Nu moet ik iets doen voor die camera. Dat is interessant. En een deurtje daar. Look at kitchen door. Oké, de kitchen is gesloten. Maar ik moet hierbij een sleutelke vinden. Een sleutelke. Makkelijk te vinden. Niet dus. Helemaal niet. Tiefe, jongen, waar moet ik naartoe gaan? Oh, daar is nog een wegje. Simpel. What? Waar zijn jullie in godsnaam naartoe? Oké, ze zijn weg. Cool. Place it sewer box. Rotsen, meen dat nu nog echt? Daar ga ik niet naartoe, ze. Oh, cool. De tieren lagen aan... Wow, dat is raar. Oké, volgens mij zijn de mensen hier dus super rijk. Rijk en rijk. Ze hebben een gouden bed. Awesome, toch? Oké, dit hierbij pakken. En nu wel eens kijken. Hier zie ik ook al dat ze de oude videogames hebben gespeeld, zo gezegd. Amai, er is schilderij in ter. Zo is het.
Het schilderijke daar is heel erg raar tenminste. Oh, spijtig genoeg kan ik niet meer douchen. Waarom niet? Ik douche met het graagste dus. Er is geglitcht. Hoezo? Oké, bye bye teddybeer. Ik ben van u af. Yeah, ik ben van de teddybeertje af. Oké, er ligt hier een boekje van 1988. Interessant. Ligt hier nog iets? De Nee-Second Assistant. Oké. Kan ik niet zo goed. We hebben iets gevonden. Een... Wat is dat daar in godsnaam? Oké, dat is raar. Oh, een tekenfilm. Was dat de reden? Dus dat is een bliksemschicht volgens mij daarin. En al... Oh, dat is geen bliksemschicht. Dat is zoiets... dat is een paal van metaal. Dat wordt dus, je wordt daardoor geëlektrocuteerd en je wordt zo vastgehouden. En ineens wordt je supersterk. Een meesterplan. Stupid. Waarom? Hij is je baas. Stupid. Hebben ze het altijd. Amai, ze hebben dus echt een nieuw woordje geleerd, ze. Heel erg nieuw woordje. Oké, ze hebben dus echt wel veel manieren zitten in hun rein, baas. Moet jij daar blijven glitchen, dan ben ik weg zonder u, ze. Ben ik weg zonder u. Oké. Een balletje op een workbench. Waar ik kan werken. Nu moet ik nog iets vinden hier. Nog een camera hier. Hallo, een camera daar. Wow, er zit daar een camera. Een camera, heel erg cool. Maar met die bal moet ik iets doen. Ik moet die deur openen. Hier zit er ook nog iets, maar ik kan daar niet door. Tjongejonge toch. Nu blijft die beer nog steeds glitchen. Ik moet nog eens een schaar vinden volgens mij. Nee, geen schaar te vinden. Ik moet daar een balletje in twee snijden. Ik weet wat ik moet doen. Volgens mij dan. Er moet hier iets in liggen. Deze kamer heb ik... Oh, stupid. Really? Echt waar? Cool. Awesome. Daar ligt er een pen. Een stift, zogezegd. Nu moet ik hier dat in kleuren volgens mij. En dan zo tjala, er doorheen gaan. Dan ben ik daarmee klaar. Simpel. Oh. Wow. Zie ik er zo uit? Volgens mij moet ik er niet zo uitzien. Eindelijk, je bent gestopt met grilletje, je pipo. Eindelijk. En nu... Oké, laat het er maar. 3, 2, 1 en... Jongens, dit zal ik de volgende keer opstarten. De volgende keer zal ik die camera aanzetten en zullen... Haha, dat is mijn baas dan. Dat is lang. Simpel. Ik hoop alvast dat die vleiding zo gezegd niet meer zal glitchen hierin. Een beetje Russische accent zo gezegd. Nu, hello, a stupid idiot. Ik weet niet hoe dat accentje zit bij hun er, bij de Russen. Maar ja, ik weet niet wel. Ik hoop alvast dat jullie deze video hebben geliked. Bij Mees, als ik hier 1000 of 100 likes bij krijg bij deze video, zal ik hierbij verder spelen. Bij Mees natuurlijk. En mij geabonneerd. Oké, dat is supergoed. En tot de volgende keer. Ciao-ie. Ik hoop alvast voor de 100 likes, hè. Zet daar snel een duimpje op. Klik er nu op. Bye bye. Oké, even kijken. Wat zijn de kijkers tegen mij? Diane zegt... Hallo, Diane.
Ze vraagt welke texture pack gebruik je met die lichtgevende torch. Ik gebruik die texture pack van Chocotapiet 13V6. Heb ik zelf al eens gekeken. Extreme shader pack. Dat gebruik ik. Oh ja. Ah, Just Gamer. Hallo Just Gamer. Hij vraagt aan mij ook eens om Albert, kan je eens minigames spelen op Minecraft? Zal ik doen, zoals jij daar een duimpje hebt gezet. Ja, kan het zien. Giaga Legend zegt. Hallo Giaga Legend. Wel, je bent een nieuwe kijker. Je bent alvast direct welkom bij mij. Leuk gedaan hoor. Ik ben ook begonnen met Minecraft alleen spelen. Ik heb ook de PlayStation 4 in het Engels. Goed zo. Goed zo. Noak zegt, ik heb deze game al gespeeld en het duurt 3 uur in totaal voor te completen. Goede YouTuber en ik hoop dat hij niet die 10.000 subs haalt. Maar wel die 10... Ja, hij vraagt zo, hij zegt zo, ik hoop alvast dat je niet die 1.000 subs haalt, maar wel die 10.000 subs. Dank u wel, man. Tof. Hij is echt super welkom, man. Dank u wel voor dat.